Hey, vrienden, kijk hem zitten daar. Ja, Jan van Hals zelf. Hey, Gezellig, op het man. kanaal. Nou, geweldig Jan dat je eventjes tijd vrijmaakt. Om even, ja, ik zie Jan constant bij Ziggo Sport. En jullie ook natuurlijk. En ja, en dan zit Jan een voetbal uit te leggen. En dan ineens, als Jan het heeft uitgelegd, Jan, dan heeft het voetbal geen geheimen meer voor mij. Nee, mooi is dat, hè? Ja, prachtig. En dan, maar de volgende wedstrijd, ja, dan zit ik weer in dat doolhof. En dan loop ik weer op drijfzand. En dan is het weer helemaal niks. Ja, en dan ben ik weer dolgelukkig dat ik Jan weer zie. Want dan denk ik, oh, Jan gaat mij verklaren wat ik net gezien heb. Harry, geniet er nu al van om je te spreken. Ja, toch? Ja, joh. Het is goed dat we elkaar weer even zien. Ja, Maar luister, inderdaad. Jan. Ja, die klassieker komt eraan. Ja. Dus ik verwacht eigenlijk al dat je ging bellen. Want als het belangrijk wordt, dan ga je altijd bellen, Harry, hè? Ja, kijk, dat is hem. Als Ja. het belangrijk wordt, dan hebben we toch eventjes de visie van Jan nodig. Nou, vertel mij, wat moet ik daar nou van verwachten? Van Ajax Feyenoord. Welke kant gaat het op? Want ja, de een zegt, ja, Feyenoord gaat daar een beetje verdedigen en weet ik veel. Maar en, ja, eigenlijk denken we allemaal dat Ajax veel sterker is. Nou, zeg jij het maar, vertel het maar. Ja, nou, normaal gesproken is Ajax ook veel sterker. Kijk, als je even Ja. een spits uit de hooghoed tovert van 25 miljoen, als je dat je kunt veroorloven. En je Ja. hebt nog ene Klaas-Jan Huntelaar op de bank, Ja, dat hebben we gezien. als het Zo. die lukt, het allemaal even rechtpoetst. Tenminste, Ja. ja, het is natuurlijk afwachten of hij niet zondagmorgen in één keer de bus neemt naar Gelsenkirchen. Dat weet je nooit. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Maar goed, kijk, Ajax kan alleen maar van zichzelf verliezen, Harry. Ajax verliest alleen maar punten tegen. Ja, mindere tegenstanders. Ze hebben uit bij Groningen hebben ze verloren. Thuis tegen Twente. Nou, hebben ze uit tegen Twente. Hebben ze het allemaal net rechtgebreid. Uit tegen Willem II gelijk gespeeld. Dat zijn normaal gesproken ploegen. Waar als zij normaal scherp zijn, winnen ze daarvan. Maar Ja, dat is niet zo. dat ik heb Feyenoord gezien. Jan, daar word ik ook niet, daar word ik niet vrolijk van hoor. En Nee. heb een beetje een Feyenoord hart, zoals je weet, maar ja. Maar Dat... Harry, kan jij mij uitleggen dan hoe kan het dat Feyenoord tweede staat? Want dit roepen wij elke week naar iedereen en alles. Ze staan gewoon tweede, hè? dat aan mij vragen? Ja, Nou ja, ik ben een weet je. beetje in de war van Feyenoord. Ja, Feyenoord, ja, die staat gewoon tweede. En. Ik denk alleen maar, Dickie is zo slim geweest om lekker verdedigend te gaan voetballen. Ja. En die rent hard achteruit, zelfs in de eigen Kuip. Dat interesseert Dick geen ene malle moer. Nee. En ja, dan speel je vaak gelijk of je wint net met 1-0. Ja. Ja, Weet je en wat dan krijg wel je en dan krijg je puntjes van. een voordeel zou kunnen zijn? Ze hebben Ja. die Prato aangetrokken. En niet zozeer. Ja, maar Harry, dat is hele slimme zet geweest. Weet je waarom? Ik zal de tactiek, de mentale, de Oh psychologische nee. tactiek daarachter uitleggen. Jongens in de riemen, nou komt hij in Rotterdam, hier komt hij. Jurgensen, Ja. die heeft natuurlijk al nou jaren, ik wou zeggen maanden, maar het is al bijna jaren, niet meer gepresteerd. Maar hij kan het wel. Ja. En doordat hij zo'n concurrent aantrekt met veel bombarie, merkte ik toch wat irritatie bij Jurgensen. Die viel Ja. vorige week ook in dat hij denkt, potverdomme, ik zal het nou een keer laten zien. Want je Prato, die kan er echt helemaal niks van, Harry. Hij is niet fit, hij is niet wendbaar. Ja, ik vond het eigenlijk een beetje een sneu gezicht. Maar Ja. Jurgensen is wel wakker. En Jurgensen, die gaat nou de rest van het seizoen. Of ik ben een hele slechte psycholoog, maar ik heb ook Ja. psychologie gestudeerd, Harry. Dus Ja, geloof me nou. nou, Ja. Dus die is dat is hem. wakker. Die is wakker. Dus door Prato aan te trekken, hebben ze Jurgensen weer wakker gekregen. Daar Kijk. ben ik echt van overtuigd. Ja. Nou, dus dat is dat is dan heel goed voor Feyenoord. Ja, Ja. inderdaad. Nou, Maar Ver is weer fit. Berghuis heeft er iemand om de ballen aan te geven. Haps is weer terug. Dus ja, er zit wel weer schwung en toekomstmuziek in Feyenoord voor de rest van dit seizoen. goed, dus die Rotterdammers die hoeven niet te wanhopen. Hoeven niet te wanhopen. En ik vind, ze hebben een van de beste centrumverdedigers. Of het centrale duo is een van de beste in Nederland. Ja, Senesi. Ja, Senesi is echt een moordenaar. Hou ik van, Harry. Ja, Hou ik van. ja. Ja, Sloper. daar, gewoon bam. Ah, ja. Geweldig, geweldig. Dus eigenlijk is er bij Feyenoord niet zoveel aan de hand. Maar, wat gebeurt er nu dan aanstaande zondag? Wat gebeurt er in de arena?
Dat is in mijn... de arena. Ajax komt heel snel op voorsprong en denken daarna, wordt weer een makkie. Ja. En die gaan niet doordrukken, gaan nog wel wat kansen krijgen. En ik denk in de laatste fase van de wedstrijd dat het 1-1 wordt. Ik ga voor een 1-1, Harry. Jij gaat voor 1-1? Ik ga voor 1-1 toch. Jij denkt niet gewoon aan gewoon een 3-0? Nee. Voor Ajax niet? Nee. Hele snelle 1-0. Ja. Waarbij iedereen koffie gaat halen en gaat plassen. Dat ze denken, nou, dit wordt een 3-0 inderdaad. Ja. Maar die 2-0 en 3-0 komen niet. Het wordt een 1-1 uiteindelijk. Wie maakt die 1-1 van Feyenoord dan? Wie maakt ja, Jurgensen. Oh, die Jurgensen. Dat is hij. Daar is hij. Ja. Die is weer wakker. Ja. Ja. Dat is hem. En dan moet je het gesprek heb je opgenomen, hè? Ja, dat heb ik opgenomen. Ja, oké. Okay. Want dan wil ik even... Ik wil helemaal gelijk halen. We gaan het ook terugdraaien. Dan komen we erop terug als het 1-1 is. Ja. Wat mij zou verbazen. Nou ja, dan ben je werkelijk een analist van 2.0 en verder voorbij, Jan. Als dat, ga jij mij dan voortaan Jezus noemen? Jezus van Hals? Als dat uitkomt, ben jij Jezus van Hals. Ja, dat ben je zeker. Nou, luister eens even goed, Jezus. We gaan afscheid nemen. Het is toch mooi, hè? Dat ik even zo neerdaal en even het evangelie verkondig. Goed, en we spreken elkaar weer snel. Dag Jan. Ja, dag. Dag.